Welkom. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Henri Vermeulen en ik ben de eerste butler van Hare Majesteit de Koningin. Henri Vermeulen? Nou, ik heb toch echt liever dat u mij Henri noemt. Ik heb hem. Ah! Hier hebben wij Tinka Voldaan. Hallo, ik ben Tinka Voldaan en ik zorg dat het huishouden hier piekfijn uitziet. En ik ben tevens bedienend personeel en rechterhand van meneer Vermeulen. Die man van het gala, dat die barones, dat... Wat weet je wat ik met die prijs doe? Dan kan ik hem wel uit! Geen zin om zo te schreeuwen, het was gewoon een beetje dom. Ah, en daar hebben we Bas Enkelhaar. Meneer Vermeulen? Ja, een tikje aan de late kant, maar ik kan zeggen dat komt bijna nooit voor. Nee, maar de garagedeur haperde. Ach, daar gaan we iets aan doen. Zou jij even tegen de mensen thuis willen vertellen wat jouw functie hier in het paleis is? Ik ben chauffeur, maar ook sinds kort butler. Allemaal van meneer Vermeulen geleerd. Ik kom zo toch niet langs de beveiliging? Toen. Een droom van een werknemer, kan ik zeggen. Altijd correct gekleed. Ah, u kijkt naar het bellenbord. Dit paneel is het antieke bellenbord. Dat is nog een erfstuk van koning Willem. Alle bellen en lampjes zijn verbonden met natuurlijk alle privévertrekken boven in het paleis. Ik zie dat we belangrijk bezoek hebben. Ja, ze zijn iets vroeger gearriveerd dan wij dachten, barones, maar ze zijn er en daarom heb ik ze al welkom geheten. Dit is Manuela Berenice, barones van Geundervleur tot Heinderveld. Ik ben Manuela Berenice, barones van Geundervleur tot Heinderveld en de wederkeer. Als jij denkt dat ik mij volslagen belachelijk ga maken ten overstaande van de gehele koninklijke entourage in dit malle, belachelijke, absurde, objecte object. En ik ben, zeg maar, de link tussen boven en beneden. Eigenlijk ben ik Majesteit haar beste vriendin. Tot die tijd blijf ik hier gewoon zitten. Oh! Op de nieuwe hoed van Hare Majesteit zitten. Oh nee. We zijn een goed team, echt waar, dat moet gezegd. Ja. Nee, niet de woonkamer. En mag ik u dan meteen even meenemen naar ons personeelslid Kokkie? De naam zegt het al, zij maakt onze overheerlijke maaltijden klaar. En ze is ook nu weer bezig, ongetwijfeld, met iets fantastisch bij elkaar te toveren. Toch, Kokkie? Koninginnensoep. Ik ben kamermeid 2. En dat ben ik geworden omdat ik erg veel inzicht heb. En ik luister erg goed. Alles wat mij wordt opgedragen, komt tip-top voor mekaar. Moet het precies zo? Nee, als het maar op een asbak lijkt. Ja, natuurlijk moet het precies zo! Nou, dan moet ik weten. Want dan doe ik het ook precies zo. U heeft een bevoorrecht kijkje gekregen in de koninklijke keuken van het paleis. En wij zeggen dag, tot ziens. Oh, dag. La 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 la.